Renneke, we zijn hier in Gietsemiet, Utrecht. Even kort, wat is Gietsemiet en wat is eigenlijk ook het hogere doel van Gietsemiet? Ja, dat is een goede vraag. Het hogere doel van Gietsemiet is het creëren van een ecosysteem. Waarin alle ondernemers kunnen samenkomen en met elkaar kunnen ontmoeten. Kennis met elkaar kunnen delen en vervolgens kunnen groeien naar de beste versie van zichzelf voor zichzelf als mens of als professional. Zodat ze echt toegevoegde waarde kunnen gaan toevoegen. En dat ontmoeten is ook fysiek, want hier zit ze niet Utrecht, is eigenlijk jullie eerste eigen fysieke locatie. Klopt. Kan je iets vertellen eigenlijk vanaf het begin tot waar je nu staat, hoe eigenlijk ook jullie eigen expeditie is verlopen? Hoe het concept is gegroeid. Ja, dat is wel een mooie reis geweest. Het is begonnen in een... zoals in deze locatie met vergaderzalen. Dus het wegzetten van vergaderzalen in de vergaderzalenmarkt. Mensen konden die huren voor geld. En dat deden ze ook. En op een gegeven moment was de vraag van oké, wat doen we nu eigenlijk hier? Nou, het antwoord is we faciliteren een plek waar mensen kunnen ontmoeten. Maar de groepen die in de vergaderzalen kwamen, want de crisis kwam eraan, werd kleiner. Of die groepen werden kleiner, de zalen werden minder geboekt. En toen dachten we, maar wij zijn eigenlijk die mensen nu die voorheen ook in die zalen zaten. En de groep zelfstandig ondernemers, ZP'ers noemen wij, zelfstandig professionals, die groeit. En die willen elkaar ook ontmoeten, maar die zitten thuis achter hun laptop op de zolderkamer. En wij dachten, laten we die ook eens uitnodigen. Want terwijl we 20 vergaderzalen hebben, hebben we ook een restaurant. En de rest van de dag staat dat helemaal leeg, behalve tijdens lunchtijd. Nou, de stoelen staan er al, tafels staan er al, wifi hebben we al ingekocht. Dus we hadden zoiets van, dat is overvloed. Laten we die mensen die thuis zitten te werken en elkaar online aan het ontmoeten zijn, laten we die uitnodigen om hier te komen zitten werken. We hebben geen kosten aan ze. Kom hier zitten, ga werken. Maar het enige wat we willen, als je dan hier komt zitten werken, zorg dan dat het van toegevoegde waarde is voor jou en voor een ander. Dus sta open om in ieder geval je kennis te delen. En op die manier betaal je met sociaal kapitaal. En op wat voor manier breng je zijn boodschap ook over naar de bezoekers? Want ik kan me voorstellen dat mensen, van Nederlanders, ondernemers, die thuis zitten, denken van, lekker, ik heb een plek waar ik lekker kan werken, heb gratis koffie. In het begin ook net gratis lunch. Dus daar ga ik heen en daar ga ik lekker werken en profiteren. Ja. Dus even platgeslagen. Ja. Op wat voor manier bracht je ook die boodschap naar die mensen toe en zorgde ook voor dat ze het ook echt gingen doen? Nou, het mooie is aan het Gietsemiet concept, omdat je ze niet laat betalen met geld, dat is nieuw voor ze. Hebben ze vaak wel zoiets van, oké, en wat kan ik doen voor jullie? En juist vanuit die vragen kan je dat cultuurtje gaan opbouwen. En het begint heel simpel met, stel jezelf eens voor aan degene die naast je zit. Of ga eens een kopje koffie halen voor iemand tegenover je. Of ga eens in gesprek met die persoon daar. Of ga eens antwoord geven op vragen die gesteld worden in het virtuele platform. Dus op die manier probeer je ze te stimuleren met hele kleine stapjes dat te doen. Dan nog snappen ze niet helemaal van, maar betaal ik daar nou echt mee? Want wat is dan die toegevoegde waarde? Dat niet zien wil niet betekenen dat het niet gebeurt. Dat er geen sociaal kapitaal rolt, want dat gebeurt wel degelijk. Dus zo heel langzaam nemen we ze aan het handje mee die reis in en die cultuur in. En iedere locatie is vrij om daar eigen initiatieven in te doen. Dus sommigen hebben echt tijden voor de lunch een netwerkmoment. Dat ze met z'n allen komen staan en doen ze opdrachten en weet ik veel wat. Om dat opengaan, dat vragen stellen, kennis delen, om dat te activeren. Dus er wordt op de locaties heel veel gedaan daarin. Ja, want je had de locatie meervoud. In ieder geval begon in Utrecht, maar voor ons is het ook hoeveel landen nu in totaal? Op het moment rond de 25 landen en zo'n 140 tot 150 locaties. Dat switcht echt vrij snel. Dus dat gaat hard, ja. En dat soort van franchise-concept, die van mensen maken gebruik van jullie software. En dan pak je een commissie op de transactie? We noemen het een franchise-concept. Omdat bij een franchise, daar zitten echt gewoon wel flinke regels aan. En een heel groot geldbedrag wat je in moet leggen om überhaupt mee te mogen doen. Bij ons is het, je mag concepten gebruiken en je krijgt de software tools. En via de Gietsemiet kanalen ben je vindbaar en ga je mee in dat virtuele platform. Als je een locatie online aanmaakt. En daar betaal je inderdaad een fee voor per maand.
Dus dat is eigenlijk het enige. Maar zelf mag je je eigen identiteit houden en je imago. Dus het hoeft niet een seats-to-meet locatie te zijn. Je bent jezelf, je blijft jezelf. Jij bent immers ook degene die het beste weet wie jouw markt is en hoe je ze moet benaderen, et cetera, et cetera. Als jezelf. En het seats-to-meet concept is geïntegreerd in jouw locatie. En hoe heb je zelf de transformatie van natuurlijk eerst hier begon in Utrecht, vervolgens ook in andere steden, bijvoorbeeld Eindhoven, ja. Amersfoort, nou ja, ik vond best wel ook veel Nederlands. Op een gegeven moment over de grens. Op wat voor manier hebben jullie ook de internationale uitrol of groei geregeld? Hoe is het dan gegaan? Dat was inderdaad ook wel een mooie reis. Van hey, wat slaat nou wel aan, of wat slaat ook aan in andere culturen, in andere landen? En we zagen dat het seats-to-meet concept, zeker omdat we dat sociaal kapitaal hebben geïntegreerd in het businessmodel, ja, dat wordt gezien. En dat vinden ze, internationaal vinden de ondernemers dat ook echt fantastisch en een mooi initiatief. En vragen zich af, hé, maar hoe dan? En hoe werkt dat dan? Dus we zijn echt wel met hen ook gaan zoeken van, nou, wat is nou hetgene wat jullie aantrekt? Nou, dat is dat sociaal kapitaal en die serendipity die we willen bewerkstelligen op die locaties. Dat er echt toevallige, relevante ontmoetingen plaatsvinden waar die mensen beter van worden. Dus gebaseerd daarop hebben we een mooi pakket waar internationaal iedere locatie zo op kan aanhaken. En merk je ook dat er ook gewoon lokaal nog grote verschillen zijn? Dat bijvoorbeeld Duitsland versus China of waar dan ook? Ja, sowieso in alle culturen zit wel weer iets waarvan je denkt, oh, werkt dat zo? Heb je een voorbeeld van waar je jezelf over verbaasde? Duitsland, Japan. Japan is heel hiërarchisch. En wat Society 3.0 in onze visie is een netwerksamenleving. Ja, en een netwerksamenleving is plat of dynamisch, het beweegt. Maar het is niet statisch van oké, jij staat boven mij en dat kan in een netwerk, kan dat continu bewegen. En ja, dat is voor Japan wel echt cultuur doorbrekend. Dus daar heb ik hier een keer in Utrecht een rondleiding gedaan. Een professor van de Universiteit van Hiroshima. Die vindt het zelf helemaal geweldig. Maar die zegt zelf, ja, in Japan is dat voor ons echt nog wel lastig. Om mensen staan op als de baas binnenkomt. Ja, dat kan je hier in Nederland bijna niet voorstellen. Gebeurt in Duitsland ook nog wel. Dat daar nog wel flinke hiërarchie in zit. Ja. Zo hebben we in Egypte hebben we een locatie en de cultuur daar is heel anders. De meetingcultuur. Hier in Nederland hebben we het reserveringssysteem helemaal gebaseerd op per uur. Verschilt ook prijs en per seat. En daar is de cultuur niet dat je op het uur afspreekt met mensen, maar dan en dan die dag gaan we een keer meeten. Dus het reserveren van een meeting space of een workspace gaat daar al heel anders. Dat gaat niet per uur, dat gaat per dagdeel. Ja, dan gaan die prijzen ineens heel anders lopen. Dus dat was voor het meeting space stuk was dat een uitdaging. En zo kom je in de culturen wel echt mooie verschillen tegen. Dat je denkt, oké, interessant. Ja, maar eigenlijk heb je ook een soort van transformatie doorgemaakt van een locatieaanbieder naar deels ook echt een IT-organisatie. IT, maar ook een stukje advies richting de verschillende landen. Ja. Hoe zien jullie jezelf? Als je gevraagd wordt, ik ben van de Gouden Gids. Ik vijf, in welk vakje mag ik je neerzetten? Wat zijn jullie dan? Ja, lastig. Ja, ja. Oké, maar toch maak een keuze. Dus in een vakje neerzetten, wat ik altijd zeg, we zijn een ontmoetingsconcept. Maar dat kan je alsnog niet echt in een vakje. We zijn de aanbieder dan maak je het ons wel heel lastig, Martijn, om ons in een vakje te stoppen. Dat doen dat soort mensen, hè? Die dwingen je om. We zijn geen koude softwarebedrijf. De locaties vallen onder de hospitality-branche vaak. Het is echt een concept. Ja. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling, in ieder geval van fysieke locatie naar franchise, zo heet het ook wel. Franchise. Franchise model, of ze wel andere gebruik kunnen maken. En jullie faciliteren ze met de IT, de software,
plus ook een stukje concept en, mm-hmm. En begeleiding daarin. Daar komt nu ook de Serendipity Machine bij. Kun je daar iets meer vertellen over wat dat precies of ongeveer inhoudt? Ja, die Serendipity, dat was eigenlijk in die reis dat we mensen hebben gevraagd van hey, kom je hier ook gewoon zitten werken? En boek even je werkplekje. Je hoeft niet te betalen met geld, je betaalt met sociaal kapitaal. En op een gegeven moment dachten we, hey, het is misschien wel leuk om inzichtelijk te maken op deze locatie wat hier nou aan kennis aanwezig is. Dus wat hier nou aan sociaal kapitaal rondloopt. Dus tijdens het inchecken van die mensen, tijdens het reserveren van je seat, vragen we, oké, waar werk je aan vandaag? En we hebben een profiel van je nodig, waarin je noteert welke kennis je hebt, te geven. En dat kan altijd anders zijn dan waar je vandaag aan werkt. Want een zelfstandig professional kan zijn expertise hebben in communicatie en marketing, maar misschien moet hij vandaag werken aan zijn administratie of aan een event wat hij aan het organiseren is. Dus gebaseerd op dat dynamische aspect gaat de Serendipity Machine gaat dan een match maken van oké, jij werkt vandaag aan dit stuk en op deze locatie lopen die rond met de kennis die wellicht voor jou relevant zijn. Nou, daar hebben we nu ook nog eens een artificial intelligence algoritme onder gezet, dat die straks echt verbindingen gaat leggen die wij als mens niet meer kunnen bedenken, want communicatie aan communicatie koppelen is niet spannend. Communicatie en marketing koppelen is ook niet heel spannend meer. Mm-hmm. Maar straks gaat dat algoritme gaat verbindingen herkennen die waarschijnlijk heel relevant zijn voor mensen en op die manier koppelingen maken op locaties. Maar op basis waarvan doet een algoritme dat? In ieder geval haalt hij alleen de data uit die jij in profiel invult? Of haalt hij ook nog data uit andere Ook nog bronnen? De data uit, want je kan op het platform kan je vragen stellen, je kan antwoorden geven en misschien stelt iemand een vraag over webdesign. En jij hebt in je profiel alleen maar communicatie en marketing en jij geeft een antwoord op webdesign, dan geeft het algoritme aan jou mee dat jij ook kennis hebt over webdesign. Dus op basis van jouw activiteit in het platform bouw je dus eigenlijk je eigen expertisecentrum op. Mm-hmm. En kan je steeds meer aan relevante mensen gekoppeld worden. En kan dat steeds meer voor jou tot succes leiden. Ja. En ook mogelijk om bijvoorbeeld je LinkedIn eraan te koppelen, dat je ook die data automatisch meeneemt? Nee, LinkedIn heeft dat gesloten. Ja. Stom. Ja, ja. Die willen dat niet meer. Ja. Ja. Maar dat is, ja, of het stom is, weet ik niet. Ik bedoel, het is natuurlijk wel. Het is wel heel, heel zinvol ook voor ons om altijd met elkaar in gesprek te gaan. Jongens, van wie is deze data? En wat mogen we ermee en wat kunnen we ermee? En laten we daar altijd morele en ethische discussies over voeren met elkaar. Want straks gaan we data-samenleving in. Het is wel essentieel dat we daar goed mee omgaan. Ja. En wij denken zelf dat de user, dus iemand die hier bij Seedsmeet binnenkomt, die is eigenaar van zijn data. Dus dat is altijd zoeken van welke data kan je gebruiken en wat niet. En eigenaar data kan ik ook op een gegeven moment misschien in een latere versie ook zeggen van, goh, weet je wat, ik zat nu uit het systeem en mag ik in een zipveldje mijn data terug? Ja, nou, dat soort ideeën, ja, dat willen we zeker bespreekbaar maken. Ja, van, hé, dat was mijn data, ik wil dat het er niet meer in zit. Ja, tof. Ja. Maar als je kijkt, je bent eigenlijk begonnen in ieder geval met een vergaanlocatie. Je hebt op een gegeven moment gezien van, oké, de markt zakt in, of stel, er is urgentie. En dat is vaak een goede trigger om te veranderen. Ja, de behoefte is er altijd geweest. Het was alleen aan het verschuiven van target group, als het ware. Ja, maar uiteindelijk door te zeggen, oké, we pellen eigenlijk ons model af tot de kern, hè? Wat zijn wij? Wij zijn eigenlijk een facilitator van ontmoetingen. Ja. En met de ambitie om het ook relevante ontmoetingen. Ja. En later ook onverwacht relevante ontmoetingen te maken. Ja. Met dat als basis kun je natuurlijk veel meer. Waarschijnlijk oneindig veel meer. Ja. Hoe maken jullie de keuzes van wat je doet en van wat jullie niet doen? Want ik kan me voorstellen dat jullie team is relatief klein van international. Ja. Hoeveel mensen werken daar? 6. Echt fulltime, Ja. Dat is relatief klein in zin van de mogelijkheden die er zijn. En sowieso klein als je kijkt van het werk wat er wordt gedaan. Ja. Dus op wat voor manier maken jullie de keuzes. En beschermen jullie om niet helemaal als een kip van de kop blij en hopelijk rond te rennen? Ja, dat is helemaal een goede vraag. Want het is ergens ook gewoon een heel groot, hele grote speeltuin. Er gebeuren zoveel mooie dingen. En je hebt de deeleconomie en je hebt al dat soort mooie initiatieven waar je wel aan zou willen koppelen. En dat laten we ook absoluut niet los. Dus we hebben heel veel ideeën.
Maar de visie blijft altijd onze, onze richtlijn. Dus wat we doen met elkaar is op het moment dat we... Voor mij persoonlijk, op het moment dat ik merk van... Hey, ik loop ergens in vast. Mm-hmm. Is het altijd het eerste... Oké, dan heb je je visie niet helder. Dan moeten we met elkaar terug. Waar staan we? Waarom doen we de dingen die we doen? En waar gaan we heen? Met elkaar. En heb je de visie weer, dan kan je weer de juiste beslissingen maken. Ja. En met elkaar bepaal je dus... Oké, dit is de volgende... Basecamp waar we naartoe werken. Met altijd dezelfde stip aan de horizon. Die kan nog wel eens verplaatsen. Hm. Maar daar gaan we wel met z'n allen naartoe. Ja. En als je merkt van... Hey, ik merk dat ik ervan afwijk. Weer met elkaar keuzes maken. Is het slim of moeten we het schrappen? Ja. En dat zegt durven nee zeggen. Ja. In deze grote speeltuin. Ja, dat is een uitdaging. Ja, dat is het zeker. En wat jullie doen, in ieder geval zeker... Want jullie ook natuurlijk de fysieke locaties hebben. In ieder geval, wat jullie ook heel doen... is eigenlijk de oude en de nieuwe wereld bij elkaar brengen. Ja. Ja. Op wat voor manier denk jij, want ik zie nog steeds heel veel dat die werelden nog relatief weinig met elkaar doen. Zeker als je kijkt binnen organisaties, je hebt heel veel teams, maar er komen heel erg vaak weinig mensen van buiten bij. En als het van buiten bij is, dan wordt het gelijk voor een jaar eraan vastgeplakt. En dan kun je vragen van, goh, ben je gewoon lekker werknemer tegen een goed tarief? Of moet je een keer je eigen verantwoordelijkheid daarin pakken? Ja. Dus op wat voor manier, wat voor tips kun je mensen meegeven? De vraag heb die ik heb, van hoe je eigenlijk die grote organisatie, de oude wereld, om even cliché plat te slaan. Om ze mee te nemen. Mee te nemen en ook die verbinding te leggen in de nieuwe wereld. Want meenemen is één ding, maar ook echt de verbinding maken met JetPayer. Wat kun je daar voor tips mee geven? Ja, op dit moment gaan er steeds meer corporates zien van... Hey, de wereld buiten ons verandert zo gruwelijk snel. Als ik er niet aan ga verbinden, dan staan we straks gewoon buiten spel. Dus in corporate land begint het nu wel een beetje te bewegen. Als in van, hey, we moeten iets. Wat het moeilijk maakt, wat jij ook aangeeft... is dat we op het speelveld zitten van gedragsverandering. En dat is niet makkelijk. En mensen willen ook niet graag veranderen. Dus daar zit wel echt de moeilijkheid en de struggle en de uitdagingen voor ons. Maar wat we zien, en dat is wel een hele mooie trend, is dat coworking is een movement, is een beweging. En het helpt ons naar dat society 3.0. Want het past absoluut niet in de oude structuren en in de oude economische structuren en de marktstructuren. Dus het forceert ons om door te groeien naar nieuwe structuren. Mm-hmm. En die beweging is, in onze visie, die is goed. En nou zijn er bedrijven en die denken van... de tendens is nog steeds gaande dat we mensen op straat moeten zetten... organisaties krimpen, efficiënter, effectiever, minder kosten, et cetera. Maar als je mensen op straat zet, zet je kennis op straat. En als je kennis op straat zet... Je organisatie zal niet heel snel nog gaan innoveren. En die zal niet met de snelheid mee kunnen die buiten de organisatie om wel gaat. Dus ze moeten wel gaan aanhaken, want anders staan ze er gewoon naast. Ja. En dan heb je een mooi voorbeeld als een Achmea. Dat denkt van, kennis op straat zetten. Ja, maar daar zit niet de oplossing. Dus we moeten weer in connectie komen met die kennis. Dus die hebben Systemiet geïntegreerd op hun hoofdkantoor. Die hebben op hun hoofdkantoor gewoon de deuren opengegooid. Systemiet erin, nodigen mensen uit om daar te komen zitten werken. En als die mensen inchecken, weten ze dus welke kennis er in huis is van mensen buiten hun organisatie. Het mooiste zou zijn als ook de mensen van binnen de organisatie gaan inchecken. Ja. En vervolgens, waar werk je aan? En er wordt kruisbestuivend, organisatieoverstijgend matches gelegd. Je haalt bakken aan kennis binnen. Ja. En innovatieve ideeën. En je creëert een ecosysteem met je stakeholders. Het kunnen je leveranciers zijn, het kunnen je klanten zijn, het kunnen ook gewoon lokale ondernemers zijn. En dat ecosysteem, daarin ben jij als Achmea in dit geval een speel in. En op die manier creëer je relevantie voor en jezelf weer. Ja. En voor de mensen die bij jou over de vloer komen. Ja, ja. Ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is om ook gewoon te erkennen. Bijvoorbeeld, ik pas dat ik met wat mensen van de regering van Estland interviews. Ja. En die liggen al enorm ver voor op eigenlijk ieder land als het gaat om IT. Maar alsnog zeggen ze, ook al zijn we waarschijnlijk 10 stappen verder dan menig ander land, alsnog weten wij dat wij nooit de snuit kunnen maken als de markt doet. Ja. En ik denk dat ook, gewoon kom even naar boven toe, dat je ook gewoon als corporate op een gegeven moment moet toegeven van wij zullen nooit de snelheid kunnen maken als bijvoorbeeld een start-up.
dat is prima, dat accepteren we. Maar wij gaan, wat ze bijvoorbeeld eerst doen, oké, maar wij accepteren dus nooit dat we het snel kunnen maken als de markt. Dus wij gaan de markt voorzien van middelen, in dit geval API's, om te kunnen gaan voortbouwen op ons systeem. Precies. Om dat zo snel te gaan maken. Dus wat ze eigenlijk doen is zich letterlijk connecten. Ja. Met die, als startups sneller gaan dan corporates, dan is het heel wijs als een corporate gaat connecten, gaat verbinden aan die startups. Ja. Want daar zit de innovatie. Ja, maar ook gewoon daarin ook accepteren van oké, die snelheid, dat blijft. Om een aantal verschillende redenen. Hè, sommige redenen waar je iets van kunt vinden, sommige redenen die gewoon enorm waar zijn. Ja. En daarin ook gewoon het beste uit de verschillende werelden te pakken. Dat lijkt me wel. En ja, weet je, ik durf niet te zeggen dat de corporates die nu bestaan allemaal nog relevant zullen blijven. En dat is ook gewoon iets wat we aan moeten gaan. Van ja, op een gegeven moment kan het misschien ook gewoon klaar zijn met iets. Ja. Ben je gewoon niet de toegevoegde waarde aan het geven in die nieuwe society. Waar we toch wel gaan naar sustainability. En even nadenken over de resources die we allemaal uit de grond putten. En op die manier. Ja, dus, ja, maar denk ik wel, die discussie over relevantie is ook ten eerste in ieder geval wie ben ik om te zeggen dat je niet meer relevant bent. En daarnaast, als je kijkt over relevantie en efficiëntie, natuurlijk alle systemen in heel de wereld zijn niet efficiënt. Maar op het moment als je even oké, maakt efficiënt, dan is ongeveer 3/4 van de mensen op straat. Dus uiteindelijk, ja, het is dan kom je weer in een andere discussie over de robotisering en wat is dan überhaupt nog werk. Ja, en dus dat zit allemaal wel in de visie van Society 3.0. Ja. Maar omdat er helemaal in, want jouw eerste vraag was, en hoe neem je nou de mensen die hier over de vloer komen mee in het Society 3.0 gedachtegoed of in het concept Seeds to Meet? Nou, dan hoeven we niet ineens alles neer te leggen bij die mensen. Maar dat gaat echt stapje voor stapje. Ontmoet eerst maar eens je buurman. Ja. That's it. En ga eens ervaren voor jezelf wat het doet om open te staan en kennis te delen. Ja. En ga van daaruit verder bouwen. En dan stapje voor stapje nemen we ze mee Society 3.0. Ja. Hoef ze helemaal niet te weten over robotisering hoe Estland hun nation op de virtuele tour. Dat doet er dan niet zo heel veel toe. Dus moraal van het verhaal, stap voor stapje. Eigenlijk meer zoals je ook ziet, iets zelfs opgebouwd. Eigenlijk vanuit puur fysiek offline naar mensen binnenhalen, naar de verbinding, naar eigenlijk waar het nu staat. Ja, ja, nou dat stapje voor stapje en vooral uitnodigen. Jongens, jullie zijn van harte welkom. Ja, kom hier lekker zitten en ga het voor jezelf ervaren. Want niets is zo krachtig als een eigen ervaring. En een ervaring kan leiden tot een transformatie. Ja. Nou, daar heeft iedereen baat bij. Ja. Als je zelf groeit naar de betere versie van jezelf, voor jezelf. Ja, dat, daar gaat het uiteindelijk om. En dan komt Society 3.0 er echt wel met elkaar. Dus dat is Seeds to Meet. Wat we doen. Komen we nu naar een minuutje of 20 achter. Lijkt me hartstikke mooi. Hey, dankjewel. Jij ook bedankt.